Hoi, leuk dat jullie allemaal weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag wil ik jullie graag meenemen naar Homework Club. Homework Club is opgericht door vrijwilligers die naast hun eigen vrijwilligerswerk graag meer wilden doen met de kinderen en voor de kinderen hier in Zambia. Wat we hier doen is huiswerk maken met tussen de 80 en 100 kinderen. En ik heb nog een leuk nieuwtje voor jullie, want mijn vader komt naar Zambia. Ik ga me nu even omkleden, want in een wit shirt spelen met 80 kinderen hier in het stoffige Zambia is niet zo'n heel goed idee. Tot straks! Nou, dat was echt een superleuke laatste dag bij Homework Club. Ik had jullie niet verteld dat het mijn laatste dag was, maar op mijn laatste dag heb ik kapotloden gekocht voor alle kinderen, die heb ik uitgedeeld. Daarnaast super bijzonder, kwam er een blinde man, kwam een liedje zingen voor mij en twee andere vrijwilligers. Om ons te bedanken voor onze inzet van de afgelopen maanden. Nou ja, vandaag heb ik ook gesproken met de eigenaar van Homework Club over het feit dat mijn vader dus naar Zambia komt. En of wij iets konden betekenen voor Homework Club. En waar ze eigenlijk heel erg tegenaan lopen is dat de klaslokalen geen muren hebben. Maar dat het regenseizoen bijna begint. Dus dat ze geen les meer kunnen geven en dat Homework Club niet door kan gaan als het regenseizoen begint. Want dan worden alle kinderen nat. Dus als mijn vader hier komt, neem ik hem mee naar Homework Club en gaan we kijken of we iets kunnen doen. Vandaag is de bouwdag. Dit achter mij is ongeveer hoe de muur nu is met allemaal gaten erin. Nou, we hebben vandaag weer wat support erbij. Hi Victor. Hi Victor. No, just say hi. 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 Ja, we zijn nu stenen aan het verzamelen om straks daar een muur te kunnen bouwen. We hebben nog alle stenen opgehaald. Een video. Kan ik dat even zien? Zo, ondertussen is de muur bijna af. Het laatste randje is bezig. Pap is bezig om het cement in de voegen netjes strak te maken, zodat de kinderen zich er niet aan kunnen bezeren. Hoi pap. Hoi. Zo, zoals jullie gezien hebben, we hebben een muur gebouwd. Ik heb niet mega veel gedaan, want ik ben niet echt goed in metselen ofzo. Maar goed, Homework Club is denk ik het leukste project wat ik hier in Zambia gedaan heb. Meest interessante, leerzaamste en vermoeiste project, maar wel superleuk. Dit is het einde alweer van deze vlog. De volgende keer neem ik jullie mee naar mijn laatste dagen in Zambia samen met mijn vader. Tot dan!